En dan Eddie Knuts en de showman van Arendonk, Willem Stekers. Daar gaan ze, snelle start van Willem Stekers, maar ook snel uit de startblokken Eddie Knuts. Wie gaat er tweede naar de spelen? Een snelle tijd zou hij moeten gaan neerzetten, Ludo. Frans van Monte is hier en misschien dat hij die tijd van Monte kan af gaan rijden. Dat hopen wij dan nog te wensen. Frans van Monte uiteraard niet, want hij wil dat record op zijn naam blijven houden. 2.56.04 is te kloppen. De tijd van Frans van Monte op 4 ronden. 2.56.04. En Ludo Stoikers aan de leiding. Dan Eddie Knuts. En dan de Fransman op de Alpine, Jean-Pierre de Moisson. Jean-Pierre de Moisson op de Laura Park Alpine. En Eddy Knuts en de Oostvogels. Goed, Oostvogels is aan de leiding. En Eddy Knuts weer aan de klant, dan probeert die Fransman van zich af te slingeren. Want toch die Jean-Pierre de Moisson komt op daar. Hij komt nader op bij die Knuts. Het is opletten of hij misschien nog die tweede plaats nog kan inpalmen. Stoikers zeer snel van die Duivelsberg af. Het kan een snelle tijd worden voor Ludo Stoikers. Ludo Stoikers, de man die regelmatig de poeie door in de redding was met het onderspit moest duiven tegen hem. Zeer snelle Frans van Monte. Frans van Monte die we dus indien alles goed loopt terug aan het werk kunnen zien, dames en heren. Een eenmalig optreden dan maar in de wagen van John Smit, de ex-Martinskanker escort. En dat op 10 en 11 oktober hier op het Rallycross circuit in Maasmechelen. Terug voor ene keer de tienvoudige kampioen van België, Frans van Monte. Ludo Stoikers blijft aan de leider. En ook Eddy Knuts. Op de plaats, Jean-Pierre de Moisson. De Moisson komt opzetten. Ja, ja, die tweede plaats is nog niet heel veilig voor Eddy Knuts daar. We zitten in de laatste ronde. En de tijd van Ludo Stoikers interesseert ons wel uiteraard aan u ook, dames en heren. Beste toeschouwers hier aanwezig op de Zomercup Rallycross in Maasmechelen. Jean-Pierre de Moisson met problemen. Jean-Pierre de Moisson met problemen. 1 Ludo Stoikers.